Goedenavond allemaal, kunt u mij horen? Ja. Luid en duidelijk? Zeker. Oké. Pender? Het is Pierre. Hoi. Hoi. Pierre, vertel, wanneer waren we hier voor het laatst? In het voorjaar van 1993. Dus bijna 30 jaar geleden waren wij hier. Ik speelde om hier, jullie eerste cd te promoten. Die ik met Frank had gemaakt. Ja. Introducing. Ja. Ja, die is uitverkocht. Oh, ik heb hem nog. Ja, ja. Ja. Hoeveel heb je er laten doen? Ja. Nee, het is natuurlijk fantastisch dat, dat Pierre mij begon te mailen. Nou ja, alweer een jaar of twee geleden natuurlijk, want er kwam corona ertussen. Om een soort reunieconcert te doen hier in Bacchus. En vroeger speelden we hier regelmatig. Frank komt uit Mechelen en die gaf toen les op het conservatorium van Amsterdam. Toen logeerde hij iedere maandagavond bij ons. Toen gaf hij 2 dagen les en toen gingen we ook hier spelen. En ja, hele leuke herinneringen. Superleuk dat we weer in contact zijn, omdat we... Deze reunieavond eigenlijk gaan doen. Dus, absoluut. Ja. En voor nu alvast willen jullie ook bedanken voor de enorme gastvrijheid bij jullie thuis net. We hebben heerlijk gegeten, dus we gaan niet met een al te snel nummer beginnen. En maar voordat ik dat doe, even iedereen aan u voorstellen. Op drums, Roy Dakkers. En op bas Jeroen Vierdag. En mijn maatje Frank Vagané. We hebben 30 jaar, heel lang een kwartet gehad samen. 3 albums opgenomen, heel veel mee getoerd. En daarnaast Frank is de artistiek en de muzikaal leider eigenlijk van het Brussels Jazz Orkest. Waarmee de hele wereld over gaat en de allergrootste der aarde ook de projecten meedoet. En ik ben ook mijn eigen gang gegaan, maar... We zijn altijd bevriend gebleven en in contact en het is hartstikke leuk dat we hier zijn. En mijn naam is Mike Del Ferro. We beginnen met een jazz standard. Die stond hem ongetwijfeld.
Geschreven uit eerbetoon aan de grote gitarist Pat Metheny. We gaan een stuk spelen uit eigen hand. En dat is een ode aan Pat Metheny. Dat is een geweldige gitarist. En het nummer heet ook Pat. Met A-P-A-T. Daar hoef ik niet mee rond te gaan straks. I
Zullen we... Zeg ook iets. ja, ik ken Mike. Allereerste keer dat ik Mike ontmoette was op een festival in Boeilaard. Waar jij toen, denk ik, meespeelde met Ben Herman. Was het? Ja. Ben Herman. Benjamin. Benjamin Herman. Ja. En daar heb ik jou voor het eerst ontmoet. En ja, Benjamin Herman is een autist uiteraard. Ja. Heeft iets met autisten. Een autist. En het is toch wel door Mike hoe heet zoiets? Gastvrijheid, maar dan op een heel open en artistieke manier heeft hij mij betrokken in zijn project. En van het een is het andere gekomen en zijn we eigenlijk, voor we het wisten, iets later hebben we ons eerste concert gespeeld en dat was een heel memorabel concert in Dordrecht. En niet meteen alleen maar omdat we voor de eerste keer samen speelden, maar dat was net die dag dat die Boeing in de Bijlmer neerstortte. En Mike die reed na de gig naar huis en zag die Boeing neerstorten. En zo weten we wanneer ons eerste concert was. Dus ja, 92 of zo. Ja. Dus ja, daarom het volgende stukje, Sky High. Ja. Ik ken er ook nog een hele foute mop over. Ik ken een mevrouw die woonde in die Bijlmer flat en die had een piano besteld. Toen kwam er een vleugel. Thank you.
Geschreven door Frank en het heet I Will Wait For You. Misschien een kleine anekdote over dit stuk. Ik ben ondertussen wel 7 jaar geleden, 2 jaar lang stadsartiest geweest van mijn stad, Mechelen. En ik mocht van alles organiseren. We hebben er trouwens samen nog iets gedaan met theater. En I'll Wait For You had ik geschreven voor het theaterstuk. Maar de stad had het ook aan onze bijaardier gegeven en die had het op de trommel geprogrammeerd. En voor een heel jaar lang, elk uur, dit melodietje. Ik durf niet meer op straat komen. I'll wait for you. Ik zie. Thank you.
En dat ja, op ons allereerste album, dat helaas niet meer te verkrijgen is. Of heb jij ze nog? Heb jij hem nog thuis liggen? Ik heb mijn eigen exemplaar. Het ene dierbare exemplaar, ja. En Frank wist het net nog, vond ik eigenlijk ongelooflijk. Ik weet niet of ik het straks weer terug kan halen. We hadden op het stuk Secret Love, bekend door Doris Day, ik weet niet of u het kent, want zij is Secret Love. Hadden we toen een eigen versie opgemaakt. Maar in ieder geval spelen het liedje Secret Love. En of die eigen versie nog van komt. Of, zien we wel. Thank you.
Exemplaren van ons allerlaatste album, ook alweer een paar jaar geleden opgenomen. Jaar was het? 2012, ja. Ik heb nog meerdere cd's van diverse titels. U kunt ook een tikkie sturen. Dus, ik kan u een tikkie sturen. Sorry. Ja. We zijn zo terug, dank u wel. Ik moet even het ding uitzetten.